een van de meest populaire weddenschappen in het wedwereldje zijn de meer dan minder dan weddenschappen. In de volksmond over-under genoemd, dus zo noemen wij ze ook. Vaak werken bookmakers met halve doelpunten, vanaf 0,5. Maar halve doelpunten bestaan niet, dus hoe werkt dit systeem nou precies? Laten we als voorbeeld een wedstrijd Nederland-Duitsland nemen. We verwachten dat er 2 doelpunten of meer gemaakt worden in deze wedstrijd. Het halve doelpunt is ingesteld zodat je niet gelijk kan spelen met de bookmaker. Omdat 2 meer dan 1,5 is, zetten we dus in op een weddenschap van over 1,5. De blessuretijd gaat in met een 1-0 stand. Omdat er nu nog minder dan 1,5 doelpunten gemaakt zijn, zit je nog in spanning. Maar de wedstrijd is nog niet voorbij. De spits van Duitsland krijgt de bal in de 93ste minuut op een presenteerblaadje en jaagt hem in de kruising. Een doelpunt in de laatste minuut brengt de stand op 1-1. Er zijn in totaal 2 doelpunten gemaakt, waardoor jij jouw over 1,5 weddenschap wint. Bij een over-under weddenschap worden alle doelpunten van beide teams op één hoop gegooid. Het maakt dus niet uit welk team wint of scoort. Bij een stand van 1-1 win je dus als je over 0,5 of over 1,5 en daarnaast under 2,5 of under 3,5 hebt gewed. Zoals je ziet kun je bij een overweddenschap juichen bij ieder doelpunt. Bij under verhoog je de spanning en hoop je op een goede dag van de doelman. We wensen je succes met jouw weddenschap. Wil je meer weten over de wereld van het wedden? Abonneer je dan op dit kanaal voor uitleg over de verschillende manieren van wedden, voorbeschouwingen en tips vanuit de grootste community van de Benelux.